Keur. Volgende nummer. Ik herinner mij nog altijd heel goed. Ik kom binnen bij de songwriter en zeg: man, ik heb hier een melodie geschreven. En de kus zat er ook bij. En ik begin gewoon. Wat stelt dat voor, die. De noten dan start. Bijvoorbeeld. Is Lara bijvoorbeeld een strenge thuis? Of is dat een stoete? Ja. Zijn er nog mannen die durven eerlijk zijn dat een vrouw soms wel niet gestald kan zijn? Ja, mevrouw, je ziet het niet, maar je man zegt echt zo. Ja, ze zijn gewoon in geen lachen, het zal er al halen, nee. Maar hoe zijn? Het volgende nummer is eigenlijk over een vrouw die wel eens stout kan zijn. Ze is een virus. Ze is een virus. Pas op, hier. Als je niet oplet, is het zo met jou gedaan. Ze is een virus, heel ongezond. En dan niet. Ze zet zich over, mond op mond. Luister naar mijn woorden, hoor mijn goede raad. Straks is het misschien te laat. Ren voor je leven en zo hard je kan. Want ik zei je niet bij een verloren man. Haar koorts doet je benen tot je lichaam helemaal kraakt. Ik heb het zelf meegemaakt. Wow. Ze is venijn. Ze doet je zweven, maar daarna doet ze je pijn. Ze is een virus. Ze speelt het spel. Je ziet de hemel, maar wordt wakker in de hel. Eerst moet ze je denken dat ze van je houdt, maar vaak erna maakt zij je koud. Ren voor je leven en zo laat je kan. Want eens zij je heen bij een verloren man. Maar koorts doet je mee tot je lichaam helemaal kraakt. Ik heb het zelf meegemaakt. Oh.